10 minuten was het water van 1 centimeter naar dit. Nou, we zijn in Valkenburg en 3 dagen geleden stond het hier nog onder water. Vandaag zijn ze bezig met het opruimen van het puin. Complete inboedels die opgeruimd moeten worden. En de schade is enorm. U bent de schade aan het opnemen. Ja, we zijn in ieder geval zover als het gaat, ja, inderdaad. Ik zie hier een hele hoop vullen staan. Ja. Is er nog iets van intact of is het allemaal... Ja, het grote, zal we zeggen, 95% is puin. Er is net een aannemer geweest en die heeft gezegd, alles moet vernieuwd. Dus we sloppen gewoon alles eruit en op de straat op. Ligt de hele inboedel. We hebben vroeger ook wel vaker overstromingen gehad, maar zoals dit jaar is dat nooit gebeurd. Dus we waren allemaal verrast. We moeten alles strippen, alles moet eruit. En ik denk dat we nog wel een maandje of 3-4 bezig zijn. We zijn in Valkenburg. Eigenlijk de hele schade hier wordt een beetje opgeruimd met z'n allen. Dat klopt. Jullie zijn als veteranen hier naartoe gekomen om te helpen. Ja, we zijn hier als veteranen ondersteuningsgroep Parks, dat zijn we hierin gekomen. We zijn eigenlijk de tweede dag zodra het water gezakt, zijn we hierin gekomen. We hebben de kerk hebben we helemaal schoongemaakt. Er ligt een hele berg. Komt het allemaal bij jullie vandaan? Nee, maar het grootste gedeelte wel. U lacht erom? Ja, wat moet je anders? Ik kan wel janken, maar ja, dat ziet niet uit met de tv, ja. Mag hoor. Ja, nee. Nee, maar... Nee, de traantjes heb ik al gehad. Als we hier niks aan doen, met z'n allen, aan de klimaatverandering, dan komt dat... Ik denk voorlopig sowieso dat dat veel voor zal komen. Als ik dit zo zie, hè, dan ben ik toch heel benieuwd, wat is nou de schade? Hoeveel gaat het ongeveer kosten om dit allemaal te renoveren? Het opknappen van zo'n zaak was misschien 2,5 ton. Maar het doorbetalen van alle kosten, kijk, je moet toch huur blijven betalen, personeel moet betalen, alles moet... En dat kost nog veel meer geld. We waren net klaar met het huis. We hebben dit huis een jaar of 5 geleden gekocht. Voorheen was het een B&B. En we hebben van die B&B een prachtig woonhuis gemaakt. We waren net klaar. En ik wil hem niet beginnen. Oh. Gelukkig zijn wij niet de enige, maar we hebben de buren, daar de buren, de overburen. Ja. Het hele dorp zit in hetzelfde schuitje eigenlijk. Iedereen helpt elkaar. De ene hand was de ander. Geen financiële bedoelingen, gewoon puur inzet tonen. Ja, dat is gewoon prachtig. En dit is onze vrije dag, dus we hebben ons... Bij elkaar gepakt onze vrije dag. We hebben een aantal sponsors. Iedereen hier in de straat, voor duidelijkheid, kan gratis hier komen eten. Alle getroffenen mogen hier gratis komen eten. Dus we gaan nu even binnenkijken. Je ziet het gelijk al, het is allemaal nog een beetje nat en vochtig. Tot hoe hoog heeft het water gestaan hier? Zo 40, 50 centimeter. Eigenlijk is overgebleven. Banken niet, tafels niet, stoelen niet, alles hebben kunnen wegbrengen. Maar kwam dit zo ineens? Was het in één keer een soort van vloedgolf of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, 10 minuten was het water van 1 centimeter naar dit. Had u nog vakantieplannen of zijn die gecanceld? Nee, hebben we al gehad. Oh, die hebben we al gehad? We zijn na 2 weken terug. Helemaal ontspannen teruggekomen? Helemaal ontspannen teruggekomen en gebeurt dit. En de horecaondernemers hebben het al niet makkelijk gehad de afgelopen tijd? Nee. En dan ook dit nog? Ja. Blijf je nog wel overeind op deze manier? Ja, we moeten de schouders eronder hebben. We gaan door. Hè. Als je niet doorgaat, dan wordt het sowieso niks. Hè.